This is the women's 400 meter freestyle final. In lane 8, representing Team Sir Malene Lippester. Lane 7, representing Royal Spanish Swim Federation, Mireia Belmonte. Lane 6, representing the Federation Francophone Belgique Natation, Valentin Dumont. Lane 5, representing the Liechtensteiner Schwimmverein, Julia Haster. Lane 4, representing Stockport Metro Swim Club, Holly Hibbert. In lane 3, representing Schwimmverein Mika Heidelberg, Isabel Kose. Lane 2, representing the Royal Spanish Swim Federation, Maria de Valdez. Lane 1, representing the Royal Spanish Swim Federation, Paula Husted. This is the women's 400 meter freestyle final. Take your marks. Dit lijkt zeg maar op programma's die je kateken als Soes bent, maar die je eigenlijk verder heel heel weinig mee doet. Ja, dat kun je eigenlijk wel vaker. Dat is ook iets wat ze mooi worden. Ik dacht dat alleen dat ik het best wel gedaan heb. Ik denk ook nog een maar. Ik denk ook dat ik weer als een beetje wedstrijd heb. Dan moet kijken hoe je mooi je bent. Zo kunt u het zeker wel heel erg goed, maar toen werd ik aan een aantal dingen niet. Een check hebben om te kijken welke dingen ze beter kan doen voor die Hibbert. Zij gaat aan de leiding. Die heeft echt de 50 is de laatste 50 meter. Dat was een van de betere. En hier heeft ze dus de uitbreiding volgens mij. Dus de meester van Boenschap, de maand van wel, deze afstand. Over de finale
seconde. Er zit in iemand binnen in seconde van de tijd 4:05:01. En de tijd die hebben we daar. De plaats leven. Ladies and gentlemen, on the pool deck, Sebastian Schuur, tournament director. And a winner, the women's 400 meter freestyle final, Honey Hibbert! This is the men's 400 meters.